Allereerst wil ik onze pastors bedanken voor, het, ja, voor deze gelegenheid, het vertrouwen wat jullie geven. Om, om een aantal van ons die uh, voor het eerst spreken, uh, de kans te geven om dat ook uh, daadwerkelijk te doen. Dus uh, dank jullie wel daarvoor. Hey, uh, mijn naam is uh, Terrens Drima. Ik ben uh, geboren met. Uh, geboren? Ik ben getrouwd met uh, Deborah. Getrouwd met Deborah. En uh, samen hebben we twee kinderen. We zijn overigens, uh, volgend jaar zijn we bijna even lang samen als dat we zonder elkaar samen waren. Dus, uh, dat je het met me uithoudt, hè? Uh, yeah. Hé, hey, vandaag uh, wil ik het heel graag hebben over uh, een van mijn lievelingsteksten. En uh, waarom dit een van mijn lievelingsteksten is, omdat het me... Uh, het is af en toe gewoon echt een reddingsboei voor me geweest. Een, een tekst waar ik aan, aan vast kon houden. En het is een tekst die we best vaak hier in, in de gemeente ook uh, uh, voorbij laten komen. Uh, maar ik wil het gewoon samen even met jullie ontleden. Samen kijken, wat staat er nou precies? En ik wil ook gewoon laten weten van oké, okay, wanneer heeft het mij uh, geholpen? En het is uh, Jeremia 29 vers 11. En uh, mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk veroveren en niet jullie ongeluk. En ik zal je een hoopvolle toekomst geven. En als je kijkt naar een stukje achtergrond van, van deze tekst, dan uh, zie je dat uh, de Israëlieten uh, gevangen zijn genomen. Mee zijn genomen naar, uh, naar Babel, en uh, dat ze daar eigenlijk in een uitzichtloze situatie zaten. Als je kijkt naar de volgende tekst, dat is Jeremia 29, vers 1 en 2, dan, dan zie je dat ook. Dan zie je ook dat er verschillende mensen gevangen waren genomen: de koning, de, zijn moeder, de dienaren, de leiders van Juda, de, de timmerman, de smid en nog vele andere mensen. En uh, wat ik heel bijzonder vond, is dat er een stukje staat over de profeet Jeremia schreef hun een brief. De brief was bestemd voor de leiders, de priesters, de profeten en alle andere judeërs. En ik dacht van, nou ja, als er alle andere judeërs staat, waarom doet hij dat niet in één keer? Waarom, waarom zegt hij dat niet gewoon? Want uiteindelijk is die brief zeg maar voor iedereen. Maar hij maakt heel specifiek zeg maar dat hij, uh, hij pakt een aantal rollen eruit. Waarvan hij zegt van, oké, okay, maar daar schrijf ik hem voor. En in die tijd had je in ook dat heel veel mensen niet konden lezen en niet konden schrijven. Dus dat kan een reden zijn. Maar tegelijkertijd uh, denk ik ook dat de mensen alle hoop waren verloren. Zelfs de hoop zeg maar, in mensen waarin ze een stuk zekerheid hadden in hun leiders. Als je, en, en andere rollen die er ook staan. En als je kijkt zeg maar, naar uh, uh, naar hoop verliezen. Een verhaal uit ons eigen leven is uh, toen Deborah zwanger was, toen uh, kregen we een bericht van de dokter. En de dokter gaf aan van er is een afwijking na aanleiding van de echo die, we, die, die gemaakt werd. En het was een situatie waarin wij zelf, ja, de dokter, die kon er verder niks meer aan doen. Weet je, we hadden al ons hoop gevecht, gevestigd op die dokter, maar de dokter die, die, die kon er niks veranderen aan de situatie. Die gaf gewoon aan viel, het is niet goed. En weet je, uiteindelijk zeg maar, het hele verhaal is dat het kwam wel goed. Maar uiteindelijk zeg maar, was het zo dat, um, dat die dokter dat niet kon doen. Maar dat onze hoop gevestigd was op God. En, en weet je, het eerlijke verhaal is, soms, soms komt het ook niet goed. Ik heb meegemaakt dat, uh, dat mijn vader overleed. En uh, dat ik daarbij was... En, uh, en er waren momenten dat ik me afvroeg van waarom. En, en de momenten dat ik dacht van oké, okay, het is niet eerlijk. Maar ik kan me nog heel goed herinneren als ik denk aan dat moment dat ik bleef roepen van oké, okay, God is goed. U bent goed. Ik vertrouw op u. En weet je, dood is, is, is deel van het leven. En uh, toen ik dat accepteerde, ik in dat God nog steeds uh, mijn hoop is. En um, die tekst Jeremia 29, vers 11. Ik wil hem een keer met jullie lezen, maar dan in, een, uh, in de Bijbel in gewone taal. En um, daar staat: uh, dit is mijn besluit. En ik wil er gewoon uh, straks een aantal woorden uit uh, lichten. Dit is mijn besluit. Dit is mijn plan met jullie. Het zal goed met jullie aflopen, niet slecht. Ik zorg dat er voor jullie een nieuwe tijd komt. Ik zal jullie een nieuwe hoop geven. En de woorden die ik voor jullie vanochtend eruit wil lichten is van, dit is mijn besluit. Weet je, hij komt er niet meer op terug. Hij heeft het al besloten. God is te vertrouwen. En mijn plan. Weet je, God heeft hier zorgvuldig over nagedacht. Weet je? Hij weet wat hij doet. Het zal goed met jullie aflopen. God ziet soms verder, of niet soms, hij ziet verder dan wat wij zelf kunnen zien. Niet slecht. Ja, dat is grappig eigenlijk. God zegt al van, oké, okay, het zal goed met jullie aflopen. En dan zegt hij nog een keertje ter bevestiging, niet slecht. En dat doet hij soms eigenlijk voor ons. Want soms is het zeg maar zo dat wij al iets horen en dan denken van, God echt? Weet je? Maar hij zegt: Van nee, goed, niet slecht. Hij bevestigt het nog een keertje. En hij zegt: Ik zorg. Ik zeg, en uh, geef het in zijn handen. Weet je? En sommigen vertrouwen snel, en sommigen vertrouwen minder snel. Maar ik zou zeggen: weet je, geef, het, geef het in zijn handen. Want er is een nieuwe tijd en een nieuwe hoop.